The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Een hele goede middag allemaal en welkom bij de MyHeritage Webinar Series. Allereerst heel hartelijk dank dat jullie allemaal online aanwezig zijn, waar u ook bent en wanneer u ook kijkt. Hartelijk welkom. Vandaag hebben wij een speciaal webinar genaamd Familie zoeken met MyHeritage DNA, deel 1. We hebben dit onderwerp gekozen omdat we veel vragen krijgen van onze gebruikers. En we merken dat mensen behoefte hebben aan praktische tips en achtergrondinformatie. Hoe dit alles nou precies werkt. Hoe kun je nou een familielid opsporen door het doen van een DNA-test? Daar gaan we het vandaag over hebben. Mijn naam is Willeke Bienendijk en ik ben Country Manager voor MyHeritage in Nederland. En vandaag ben ik de moderator van dit webinar. Het webinar wordt gepresenteerd door familiedetective en DNA-expert Els Leijs. Heel hartelijk welkom Els. We vinden het een grote eer dat jij vandaag dit webinar wil presenteren. En Els zal zich dadelijk wat nader aan u voorstellen. Allereerst een paar praktische mededelingen. Als u een vraag wilt stellen, kan dat? En zo ja, hoe werkt dat? Nou ja, u kunt een vraag stellen. We maken echter een onderscheid tussen generieke vragen, die voor meer mensen die aanwezig zijn relevant zijn, en heel specifieke vragen die eigenlijk puur voor uw eigen persoonlijke situatie van toepassing zijn. En aangezien we momenteel met een vrij grote groep dit webinar volgen, zouden we u vriendelijk willen verzoeken u vooral te richten op generieke vragen. Dus vragen die niet alleen voor uzelf, maar ook voor meerdere deelnemers relevant zijn. Als u een dergelijke vraag heeft, dan kunt u dat tijdens het webinar naar ons sturen. Hoe werkt dat? U ziet aan de rechterzijde van de computer een bedieningspaneel van GoToWebinar. En onder het kopje Questions heeft u de mogelijkheid om een vraag te typen. U kunt het gewoon typen en dan verzenden door op Send te drukken. Aan het einde van het webinar zal ik een aantal van de meest gevraagde vragen, de meest gestelde vragen selecteren en die voorleggen aan Els. En nogmaals, dit is om ervoor te zorgen dat wat we aan vragenbehandelingen behandelen, dat voor zoveel mogelijk mensen hier van belang is. En veel vragen zal Els ook tijdens het webinar beantwoorden, want ze geeft veel uitleg, praktische tips en trucs en achtergrondinformatie. Heeft u daarna toch nog verdere vragen aan het einde van het webinar, dan zou ik u alvast twee zaken willen aanraden. Dat is allereerst, bezoek de website van Els Leijs. Ze zal hem dadelijk ook nog even noemen, maar ik noem hem hier ook alvast. Dat is www.familiezoeken.nl. Er staan heel veel tips en trucs op, veel informatieve blogs. Daar kunt u ook heel veel relevante informatie vinden. En de tweede tip, ga naar education.myheritage.nl. U zal de link dadelijk ook nog zien aan het einde van het webinar. Ook daar vindt u heel veel achtergrondinformatie over DNA-testen, hoe het werkt, wat de wetenschap erachter is. En, last but not least, u ziet daar op de homepage ook een aankondiging staan van het volgende webinar dat Els gaat geven. Dit is namelijk Familie zoeken met MyHeritage DNA deel 1. Deel 2 zal volgen op donderdag 27 februari, zelfde tijd, ook om 3 uur. En u kunt zich via deze website alvast aanmelden. U ziet hem daar aangekondigd staan en op de oranje knop ziet u, kunt u gewoon op klikken en dan kunt u zich weer gratis aanmelden op education.myheritage.nl. Nou, dat waren de huishoudelijke mededelingen. Voor Els van start gaat met het webinar, wil ik u graag even vertellen over de prijzenronde. Ik mag namelijk 2 deelnemers van het webinar altijd blij maken met een prijs. Dat is altijd leuk om te doen. De winnaar selecteer ik aan het einde van dit webinar, geheel willekeurig.
uit een namenlijst met deelnemers. Prijs nummer 1 is een MyHeritage compleet abonnement van 1 jaar. En dat geeft u uitgebreide toegang, onbeperkte toegang tot alle functionaliteit die MyHeritage heeft te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een ongelimiteerd aantal personen en foto's in uw familiestamboom. De meest uitgebreide functies, zoals de consistency checker, waarmee u uw stamboom kunt controleren op inconsistenties en deze kunt corrigeren. Dus zo kunt u de algehele kwaliteit van uw stamboom verbeteren. En ook ongelimiteerde toegang tot de bijna 10 miljard historische gegevens op MyHeritage. Dat dekt onder andere geboorteaktes, huwelijken, overlijdens, gegevens over volkstellingen, immigratie, militaire gegevens uit de hele wereld. De tweede prijs is geheel in de geest van dit webinar een MyHeritage DNA-test. U gaat daar in dit webinar van alles over te weten komen. In het kort, u kunt daarmee uw etnische roots achterhalen, waar ter wereld uw voorouders vandaan kwamen en DNA-matches vinden. Dus dat zijn mensen met wie u DNA overeenkomstig hebt en die dus mogelijk verwanten van u zijn. Nou, daar gaat Els straks van alles over vertellen. Dus aan het einde van dit webinar selecteer ik 2 winnaars willekeurig uit de lijst met deelnemers. Vooral voor mensen die MyHeritage nog niet goed kennen of nog niet eerder aan een webinar hebben deelgenomen, wil ik graag kort iets vertellen over MyHeritage. Wat is MyHeritage? Het is 's werelds grootste platform voor familiegeschiedenis en DNA. U kunt op allerlei verschillende manieren op MyHeritage aan uw stamboom werken. U kunt offline op uw computer werken met de Family Tree Builder software, die u gratis van onze website kunt downloaden. U kunt ook aan uw stamboom werken, gewoon via de website, via www.myheritage.nl. Met de app, dus u kunt het mobiel doen, via laptop, desktop. Er zijn allerlei manieren, dus u kunt altijd die manier kiezen die bij u past. MyHeritage is een wereldwijd platform, beschikbaar in 42 talen en is het middelpunt voor al uw genealogische en familiehistorische onderzoek. En MyHeritage, de kern wat wij willen bieden aan gebruikers, is het inzetten van technologie en gegevens om u te helpen uw familiegeschiedenis te ontdekken, door ook dingen voor u te vinden. En dat, daarvoor zorgt onze technologie, onze matching technologie. Dit is het MyHeritage platform. We hebben 45 miljoen stambomen, 9,8 miljard historische gegevens, 3,5 miljard profielen en 3,5 miljoen DNA-kits, ofwel profielen in onze database. Deze cijfers blijven groeien elke dag, want elke dag komen er weer nieuwe gebruikers bij. En dat betekent voor u goed nieuws, want hoe meer gegevens wij hebben, hoe groter de kans dat wij relevante zaken voor uw familiegeschiedenis kunnen vinden. Dat was even in een notendop over MyHeritage. Dan wil ik bij deze heel graag het woord geven aan Els Leijs, die u meer gaat vertellen over familiezoeken met MyHeritage DNA. We gaan even overschakelen, een klein momentje. Els, kun jij ons horen? Ja, ik kan jou horen. Kan jij mij ook horen? Yes, dat gaat allemaal goed. Heel hartelijk welkom. Ja. En dank je wel bijvoorbeeld voor jouw presentatie. Ik geef het woord nu aan jou. Oké, dank je wel. En iedereen hartelijk welkom. Het was een mooi verhaal wat je hield. En ik hoop dat ik dat net zo goed ga doen. Ik ga iets vertellen over familiezoeken met DNA.
met DNA in het algemeen, maar zeker ook specifiek MyHeritage DNA. Dus daar gaan we maar gauw mee van start. Ik ga om te beginnen zeggen waar ik mee, wat ik allemaal ga behandelen vandaag. En dat is een soort mix van aan de ene kant theorie, zelfs een stukje biologie, maar ook heel veel hands-on werk. Dus ik ga twee cases behandelen van hoe kom je nu vanaf je matches tot een stamboom en hoe kun je nu bewijzen wie je familie is. Dus daar komen we allemaal nog op. Dat wat taaiere theoretische stukje, dat is eigenlijk wel nodig om gewoon te snappen hoe dat DNA in elkaar zit. Maar ik ga proberen om daar zo gewoon zo gauw mogelijk doorheen te gaan. We beginnen met de introductie. En dat is om te beginnen, zoals Willeke me gevraagd heeft, een introductie van mijzelf. Mijn naam is Els Leijs. Ik ben al heel erg lang bezig met het zoeken van familie. Al 28 jaar zelfs. Ik heb daarvan ook 7 jaar bij Spoorloos gewerkt. En ik heb al heel erg lang een eigen zoekbureau. Ik noem mij familiedetective. Dat klinkt natuurlijk heel cool. Maar ik ben ook een echte detective. Ik ben een particulier detective. En ik heb een vergunning voor het leiden van een recherchebureau. Daarnaast ben ik DNA-consultant en dat is iets wat ik mijzelf helemaal heb aangeleerd. Met name door op forums waar heel veel DNA-vragen behandeld werden, om daar gewoon continu mee te lezen. En na een half jaar was ik eigenlijk wel aardig op de hoogte, nog een aantal boeken gelezen en verder gewoon heel veel uitgeprobeerd. Ik heb mijn hele familie getest, soms onder protest, maar meestal vonden ze het toch wel leuk. En daardoor heb ik heel goed kunnen oefenen hoe het zit met alle relaties en wat je in dat DNA kan zien. Mijn websites staan daaronder, familiezoeken.nl en elsleijs.nl. Neem me niet kwalijk dat dat blog niet heel erg is bijgewerkt, want ik heb het gewoon zo druk met zoeken dat in mijn social media af en toe in het gedrang komt. Voor wie is het webinar bedoeld? Want nu weten jullie wie ik ben, maar ik weet nog niet wie jullie zijn. Trouwens nog even een opmerking, want Willeke zegt keurig tegen iedereen u. Dat vind ik altijd heel moeilijk. Ik ben zelf een behoorlijk informeel iemand en ik zal dus over het algemeen in de je-vorm praten. Maar goed, dus trek het je niet aan als je vindt dat dat niet kan, maar, want het gaat tenslotte om de inhoud. Wie zit er allemaal te luisteren en te kijken? Nou, misschien wel mensen die al een DNA-test gedaan hebben en nog niet goed weten wat ze met de matches aan moeten. Wat betekenen die nou precies? Hoe dichtbij is die familie en wat kan je er verder mee? Maar ook als je nog geen test hebt gedaan, dan ben je hier van harte welkom. Het kan zijn dat je van verschillende soorten DNA-test hoort en dat je denkt van ja, maar wat is nou wat? Nou, daar gaan we het kort over hebben. Als je een bepaald doel hebt, dan hoop ik dat je na dit uurtje je weet of je voor jouw doel de test van MyHeritage kan gebruiken en hoe. En ja, praktische tips, hoe ga ik verder? Dus ik hoop daar ook veel tijd aan te besteden, want dat is toch waar mensen heel vaak behoefte aan hebben. Nou, dan de basisbegrippen. Dat is even van belang, daar gaan wij doorheen. Zijn er dingen waarvan je zegt, nou dat ging mij wat snel, ik zou dat eigenlijk nog wel een keer willen zien. Dit webinar wordt ook opgenomen en er komt een link waar je het opnieuw kan bekijken. En dan gewoon in je eigen tempo, dus dat kan altijd later nog. De basisinformatie die ik wel met jullie wil delen is het volgende. DNA zit in elke cel van ons lichaam. Hoe precies, dat laat ik zo zien. In een celkern zitten chromosomen. Iedereen kent het woord, maar wat zijn dat nou precies? Nou, welke testen kan je doen op welk soort DNA? Wat is recombinatie? Als ik een test doe, wat levert het mij dan op? Wat zijn nou precies matches en wat zijn centimorgans en segmenten? En ik zal je een schema laten zien waarin je kan zien hoeveel centimorgans je met welk familielid ongeveer zou moeten delen. Om te beginnen maar eens die cel. Dit is dus echt een voorbeeld van alle cellen die je in je lichaam hebt.
Daar zit een kern in en in die kern zitten de chromosomen. Dat zijn 23 paar chromosomen. Ze zijn altijd met z'n tweeën, dus het is niet zo dat je een chromosoom, dat een enkel dingetje is. Chromosoom 1, dat zijn twee van die dingetjes. Een apart chromosoom, dat is het 23ste, die staat hier ook apart, met een stippenlijntje eromheen. Dat is het geslachtschromosoom en dat is voor mannen XY en voor vrouwen XX. Die andere 22 chromosomen worden ook wel de autosomen genoemd. En daar komt ook de term autosomaal DNA vandaan. De testen waar we het vandaag vooral over gaan hebben, die testen die 22 autosomen. Wat je nog meer ziet is het roze soepje waar die kern in drijft. En dat is het mitochondriaal DNA. Die term komen we straks nog even tegen. Ja, iedereen hoort wel van, die heeft een DNA-test gedaan, of waarom doe je niet een DNA-test? De vraag is dan, die je eigenlijk zou moeten stellen, wat voor DNA-test? Want er zijn verschillende DNA-testen en ze testen allemaal op een andere manier of een ander onderwerp. Iedereen kent de vaderschapstest. De vaderschapstest is alleen maar geschikt om iemand te identificeren of een ouder-kindrelatie te identificeren. Die test wordt gebruikt, zowel bij de FBI in Amerika als hier in Nederland bij de politie. Ze testen ook precies dezelfde stukjes DNA, maar dat zijn maar 13 markers, soms aangevuld met wat extra's. En als je dan weet dat de MyHeritage test ongeveer 700.000 markers test, dan is dat wel een heel ander verhaal. Ook een programma zoals DNA Onbekend die gebruikt zo'n vaderschapstest. Omdat je daar met een paar extra markers ook wel aan kunt zien, bijvoorbeeld of twee zusjes dezelfde vader hebben. Dus die test is beperkt bruikbaar. Overigens is het wel zo dat als er ouder kind wordt getest met een vaderschapstest, dan is dat echt zeer betrouwbaar. Dus sommige mensen denken dat het niet betrouwbaar is, maar dat komt omdat ze het dan voor verkeerde doeleinden gebruiken. Waar wij het over hebben, dat is een genetische genealogietest. En daar kan je drie dingen mee testen. Je autosomaal DNA, of het Y-chromosoom, of dat mitochondriaal DNA. Ik pak nog even dat plaatje van de cel erbij. Autosomaal DNA, dat zijn dus die 22 chromosomen. Daar kun je heel veel uithalen van je voorouders. Het Y-chromosoom, dat is dus één van die twee dingetjes in het geslachtschromosoom, dat kan alleen door mannen worden getest, want die hebben een Y. Hè? Wij vrouwen hebben geen Y. Het Y-chromosoom wijst niet naar een specifieke persoon, maar naar een familie, een groep mensen die hetzelfde Y-chromosoom hebben. Of min of meer hetzelfde Y-chromosoom. Dus dan zou je in een vaderlijke lijn terecht kunnen komen. Nou, in de praktijk, ik heb het met een aantal cliënten gedaan, is het zo dat niet heel vaak concrete antwoorden oplevert. Het levert wel antwoorden op, zo van wat voor haplogroep heb ik en in wat voor groep ben ik waarschijnlijk 5000 jaar geleden is mijn familie naar deze streken gekomen. Maar goed, dat is nou net iets waar ik niet zo in geïnteresseerd ben. Bij mij gaat het vooral om de familie. Dat roze soepje, dat is het mitochondriaal DNA. En dat krijg je van je moeder. En dat is ook nauwelijks geschikt om familie mee te zoeken. Dus we gaan ons vandaag echt beperken op die autosomen. Als mensen al wat aan hun genealogie hebben gedaan, dan herkennen ze zeker deze kwartierstaat, zoals dat zo mooi heet. Een kwartierstaat, dat zijn je directe voorouders. Je bent zelf dat bolletje, ik weet niet of jullie mijn cursor zien, maar dit bolletje, onderaan, tussen XX en XY. XY is je vader en XX, dat is je moeder. Die hebben natuurlijk allebei ook ouders. Ook hun ouders hebben weer allebei ouders en die hebben weer ouders en die hebben weer ouders. Dus dit zijn echt allemaal mensen die verantwoordelijk zijn voor het feit dat jij nu bestaat. Nou, welke test zegt nu iets over welke relatie?
Om te beginnen die vaderschapstest, die dus ook in de politiedatabase zit en daar bijvoorbeeld ook in de FIOM KID, het donor inseminatie databank, daar kun je eigenlijk alleen maar uithalen of je een ouder-kindrelatie hebt. Als je die test doet met een ouder, dan komt daar over het algemeen uit, zoals je hier links ziet, een waarschijnlijkheid van 99,999%. Ja, ze houden altijd een hele kleine slag om de arm, omdat, stel dat er een tweeling, sprake is van een tweeling of wat dan ook, dan zou het kunnen zijn dat iemand anders je vader is. Maar in principe, als er geen sprake is van tweelingen, dan is dit gewoon 100% goed. Wanneer gebruik je bijvoorbeeld deze test? Wanneer je iemand hebt gevonden en je weet zeker dat eigenlijk je vader moet zijn en je wil nog even snel testen, want dit is binnen 5 werkdagen klaar. Het kost alleen wel weer meer, dus ik ben er altijd meer voor om die gevonden vader dan ook maar gewoon een MyHeritage test te laten doen. Maar ja, dan moet je wel 1 week of 5 wachten op de uitslag. Nou, kan je daar niet op wachten, dan kan je in principe zo'n vaderschapstest doen. Als je het eichromosoom gaat testen, dan ben je dus alleen maar met deze mensen uit je kwartierstaat bezig. Ten eerste kunnen alleen mannen het doen, maar dan krijg je alleen maar informatie over je vader, je opa, je overgrootvader, je bedovergrootvader, ja, en zo dat rijdt je door. Dus je ziet wel dat het eichromosoom eigenlijk maar een hele beperkte groep beslaat van al jouw voorouders. Dat geldt ook voor het mitochondriaal DNA. Dat krijg je van je moeder en je moeder had het van haar moeder. En die had het weer van haar moeder. Dus dat betekent dat dit is ook een heel beperkt rijtje uit jouw kwartierstaat. Maar ook nog eens veranderen die meestal iedere generatie van naam. Dus dat maakt het wat ingewikkelder om hier iets echt mee te kunnen. Dit is meer voor de fanaten. Als je alles hebt uitgezocht, dan ga je deze dingen ook doen. Maar wij gaan ons bezighouden met autosomaal DNA. Autosomaal DNA test geeft in principe van heel veel van je voorouders, echt heel veel, nog informatie. Jij bent dat rode bolletje onderaan. En je ziet je ouders, je grootouders, overgrootouders, bedovergrootouders, oudouders. Die oudouders die zijn met 32. Dat zijn 32 mensen in het verleden. Van die 32 heb je gemiddeld nog van 30 à 31 DNA in je. Dus dat DNA is van die buitenste ring, gaat het naar hun kinderen, dan gaat het weer naar dat kind, dan nog een kind en dan komt het uiteindelijk bij jou. Die zwarte vlakjes, dat is een voorouder die niet meer in jouw DNA terug te vinden is. Dat is willekeurig door mij gekozen, uiteraard die vakjes, want dat weet je van tevoren niet. En dat betekent dus ook dat de ouders van die zwarte vakjes, die komen ook niet meer voor in jouw DNA. Maar de ouders van die witte vakjes waarschijnlijk nog wel voor een heel groot deel. Dus je kunt echt, als je geluk hebt, dit zijn dan, even kijken, 1, 2, 3, 4, 5 generaties. Maar je kunt vaak tot 6, 8 en soms tot 10 generaties nog DNA aanwijzen van welke voorouder dat komt. Hoe wordt DNA doorgegeven? Nou, iedereen weet volgens mij weet echt iedereen dat je 50% van je vader krijgt en 50% van je moeder. Maar dat is ook ongeveer de enige zekerheid die je hebt. Verder heb je daar helemaal geen zekerheid over. Als je op dit plaatje kijkt, dan zie je dat jouw vader, die uiteraard zelf uit 100% bestaat, die heeft 50% van zijn vader gekregen en 50% van zijn moeder. Maar wat gaat er nu gebeuren als vader kinderen krijgt? Vader bestaat dan natuurlijk weer uit 100% en geeft de helft van zijn genen door. Nou, de genen van vader die zien er ongeveer zo uit. Een bak met knikkers. 100 knikkers. En je moet je voorstellen dat voor vader, voordat er een zaadcel wordt gemaakt, dan wordt dit gehusseld. Alle 100 knikkers gaan door elkaar. En dan wordt er een greep gedaan van 50 knikkers en dat wordt aan kind 1 gegeven. Als er 2 jaar later een nieuw kind komt, dan worden weer die 100 knikkers gehusseld en wordt er weer een greep gedaan van 50 knikkers.
Dus dat betekent ook, dat kun je hieruit al opmerken, dat volle broers en zussen hebben niet exact hetzelfde DNA. Die hebben een andere greep uit de knikkerbak gekregen van hun vader en ook van hun moeder. En dat betekent dat je nooit van tevoren precies weet hoeveel jij van je opa's en oma's hebt. Dat statistisch gemiddeld is het 25%, maar dat kan natuurlijk net zo goed zijn 15% en 35%, hè, dat samen de 50% is van je vader. Dit is een schematische weergave daarvan. En hij is wat simpel voorgesteld. In het echt is het natuurlijk nog veel ingewikkelder. Want hier heb je nu even vier of acht overgrootouders. Die we voor het gemak even een enkele kleur hebben gegeven. Maar die zijn op zich natuurlijk ook al gehusseld. Maar goed, op deze manier kun je goed zien wat er gebeurt. Het zwarte en de witte persoon die maken een nieuw kind en die hebben ieder de helft daar gegeven. En het rode en gele persoon ook. Maar als die samen een kind krijgen, dan is het helemaal niet gezegd dat er net zoveel zwarte als witte worden doorgegeven. En dat er net zoveel gele als rode worden doorgegeven. Dus dat komt in een andere verhouding, komt dat in het kind terecht. Aan de andere kant, zeg maar, is iemand met wie die persoon trouwt, die heeft ook andere kleuren gekregen. Die heeft blauw en paars en groen en oranje. En dat betekent dat als die met elkaar trouwen, de tweede rij van onder, dan krijgen ze verschillende kinderen met verschillende kleuren vakjes. En je ziet dat bijvoorbeeld wit komt bij één helemaal niet meer voor. Dus dat betekent, en ik geloof bij vier ook niet, ik kan dat nu niet goed zien, want er zit een kadertje van het webinar overheen. Maar in ieder geval kun je dus zien dat sommige dingen gaan door, worden doorgegeven, andere dingen niet. Nou, dit is niet realistisch van overgrootouders, of van grootouders zelfs. Het is niet zo dat als jij een grootouder hebt met heel veel witte vakjes, dat jij geen witte vakjes hebt. Echt wel. Maar het gaat om het principe dat je snapt dat iets wordt gerecombineerd, dus gehusseld, en dat er dan iets wordt doorgegeven. Dit is van belang om te snappen hoe je matches in elkaar zitten. Als je een DNA-test doet, dan wil je daar natuurlijk ook wel graag wat aan hebben. Nou, dat levert informatie op en zelfs een hele hoop informatie. Je krijgt twee belangrijke dingen. Ten eerste wordt je DNA vergeleken met een referentiegroep. Dat is een groep die is door MyHeritage aangewezen dat zij een referentie zijn voor een bepaald gebied. Jouw DNA wordt vergeleken met die referentiegroep en dan komt daaruit dat jouw DNA dus lijkt op bepaalde mensen uit die referentiegroep. We gaan het verder vandaag niet over etniciteit hebben, maar ik wil wel graag één dingetje erover vertellen. Nederlands DNA, nou eigenlijk twee dingetjes. Nederlands DNA bestaat niet, dus je hoeft niet te verwachten dat als je een test doet, dat je een uitslag krijgt van, uw etniciteit is 60% Nederlands. Nee, bestaat niet. Waarom niet? Omdat wij een klein gebied zijn. Wij vallen voor een groot deel onder Engeland, onder Duitsland, misschien zelfs stukjes België of Scandinavië. En dat komt natuurlijk door alle interacties die er tussen die landen zijn geweest. Het tweede wat ik wil zeggen is, wat mij heel vaak wordt gevraagd is van, hoe kan dat nou? Ik ben 50% Engels, maar ik heb mijn hele stamboom tot in 1600 zoveel uitgezocht en er komt niemand uit Engeland. Nee, maar het feit dat jouw DNA aangeeft zoveel procent Engels, is niet omdat jij uit Engeland komt. Het is omdat jouw DNA ook daar in Engeland wordt gevonden. En dus overeenkomt met de referentiepersonen die uit Engeland zijn genomen. En misschien is het wel omgekeerd. Misschien is het wel zo dat er een groep, bevolkingsgroep, via Nederland naar Engeland is gegaan. En dat ze eigenlijk in Engeland moeten zeggen van, hey, kijk, wij komen uit Nederland, want daar vinden ze ook ons DNA. Dus het is nog niet zo simpel. Je hebt aan etniciteit aan zich heel weinig om te zoeken. Heel soms is het wel erg grappig, want ik had bijvoorbeeld voor een bevrijdingskind waarvoor ik de
vader zocht, die kwam natuurlijk bij mij van ja, mijn vader is een Canadees. Nou is het met Canadees DNA, is eigenlijk hetzelfde aan de hand als met Nederlands DNA. Het bestaat niet. Als je Canadees bent, dan ben je eigenlijk behorend tot de oorspronkelijke bevolking. Dan kun je Canadees zijn. Maar de meeste Canadezen die komen uit Engeland, Schotland, Ierland, Scandinavië. En dit bevrijdingskind keek er enorm van op, want zij was 48% Noors. En dat had ze nooit verwacht. Dus ik wist op dat moment al dat haar vader in een migrantengroep zou zitten, van Noorse migranten naar Canada. En dat bleek uiteindelijk ook allemaal helemaal te kloppen. Recent heb ik nog iemand gevonden die wist dat haar vader een Amerikaanse militair was. Zij voelde zich niet anders dan normaal. En toch kreeg ze van mij te horen dat ze 50% Hongaars was. En toen moest ze wel even een dag, was ze wel even een beetje de dag de weg kwijt. Zo van, oh, ik ben voor de helft Hongaars, hoe kan dit? Dus dan is die etniciteit wel ja, zeg maar van enig belang. Maar niet om mee te kunnen zoeken. Het tweede wat je krijgt, en dat is van veel, veel meer belang, dat is een lijst met matches. Want je wordt vergeleken met alle personen die al in die database staan. En mensen met wie jij DNA overeenkomt, dat zijn jouw matches en daar krijg je een enorme lijst van. Daar kun je ook echt mee gaan zoeken. Ja, wat betekent een match? Een match, ik zei het al, en jij hebben deels hetzelfde DNA. Dat betekent dat je deels eenzelfde voorouder hebt. Dat kan best heel ver weg zijn, maar je hebt ergens eenzelfde voorouder met je matches. Uit de grootte van het stuk overeenkomend DNA kun je de familierelatie afleiden. Straks laat ik je dat nog precies zien, maar het is ook wel logisch. Heb je heel veel DNA met iemand gemeen, dan zal je een dichterbij familielid van diegene zijn dan wanneer je maar weinig DNA met iemand overeenkomt. Nou, de grootte van die stukken DNA die je overeenkomt, wordt uitgedrukt in centimorgans. Dus dat is gewoon een soort eenheid, net als centimeter en een eenheid van spanning of wat dan ook. Is dit een eenheid van DNA, centimorgans. En dan zie je ook vaak het woord segment staan. En een segment, dat is een stukje aaneengesloten DNA. Dus je krijgt zoveel centimorgans verdeeld over zoveel segmenten. Nou, de segmenten, dat laten we vandaag ook een beetje daarnaast, want daar valt wel wat een en ander over te zeggen, maar dat is gedeeltelijk ook nog tegenstrijdig. Wat van heel groot belang is, dat zijn de matches die je met anderen gemeen hebt. Ik zeg dit heel onhandig. Stel je hebt een match, die match heet A, dan is het van heel groot belang om te kijken, ik en match A, wie hebben die nog meer gemeen met elkaar? En meestal gebruiken we daarvoor de Engelse term shared matches. Er wordt ook wel gezegd clustering, want die mensen horen in één groep, in één cluster. En dat kan van groot belang zijn, en dat zullen we straks bij case 2 ook zien, dat je door clustering echt ook verder kunt komen. Centimorgans alleen zegt niet alles. Dus ja, je kan 400 centimorgans met iemand matchen, maar het eerste wat je dan moet weten is, wat is de leeftijd van je match? Dat zal ik je laten zien aan de hand van dit schema. Dit is een Nederlandse bewerking van een schema van Blaine Bettinger, een Amerikaan die al jarenlang en ook recent nog weer een nieuwe heeft uitgebracht, matches verzamelt. Dus iedereen stuurt naar hem matches op. Zo van, ja, ik weet zeker dat die en die mijn tante is en we matchen zoveel centimorgans. Dus hij heeft enorm veel data verzameld en die verzamelde data staan aan de basis van dit overzicht. Dus het is niet zo dat iemand dit gewoon bedacht heeft, maar dit zijn ervaringscijfers. Dat is wel belangrijk om te weten. Als je links kijkt, staan daar ook halve relaties bij.
Dat maakt het soms wat ingewikkelder dat dat ook nog kan bestaan. In deel 2 ga ik daar waarschijnlijk wel wat dieper op in. Stel voor dat je matcht met iemand 1740 centimorgens. Ja, dan kun je in dit schema gaan kijken wat voor familierelatie hoort daarbij. Nou, dan kom je meteen al een probleem tegen, want je ziet dat er op 4 plekken iets staat wat ongeveer 1740 centimorgens is. Dus is die persoon een grootouder van je, een halfbroer? Is dat een kind van een volle broer of zus van je? Of is het een tante of oom? Nou, vandaar, zoals je snapt, is de leeftijd belangrijk. Want de halfbroer, halfzus zal dezelfde generatie zijn als jijzelf. Het nichtje, neefje, dus het kind van je broer of zus, is een generatie lager dan jij. En zul je over het algemeen trouwens ook kennen. Je grootouder, ja, die is 2 generaties boven jou. En om, zeg maar, als rekenstandaard gebruik je meestal 25 jaar als generatie. Dus die is 50 jaar ouder dan jij. Is diegene ongeveer 25 jaar ouder dan jij, dan zal het een oom of tante zijn. Dat is een manier om te rekenen. Het is natuurlijk niet 100% zeker dat, dat iemand van 1740 zeg maar een tante van jou kan ook iemand lijken in dezelfde generatie. Er zijn gezinnen genoeg waar ze 12 kinderen kregen, steeds met 2 jaar ertussen. Nou ja, dan doe je 24 jaar over het krijgen van kinderen. En dan is op een bepaald moment de oudste dus 24 jaar eerder geboren dan de jongste. En ook de kinderen van hun, die zijn dan, zit dan ook minimaal zo'n leeftijdsverschil tussen. En dan is, kan het nog zijn dat de oudste heel erg jong getrouwd is en de jongste heel erg laat getrouwd is. En voor je het weet zitten dan opeens gewoon 30 jaar tussen jou en iemand van je eigen generatie. Dus het is niet zo dat je hier, dat het zeg maar 100% zeker is. Je moet echt wel rekening houden met, je moet zeg maar het zo zeggen, je moet een open instelling houden van, en je altijd afvragen, klopt dit wel? Of heb ik verkeerde aannames? Ben ik die nu aan het maken? Over het algemeen zul je het meest met dit gedeelte te maken hebben. Ik zal trouwens nu vast zeggen, voordat er vragen over komen, dat dit schema kan je downloaden straks. Dus dan kun je hier zelf ook verder mee werken voortaan. Dat is dan mijn cadeautje, is niet van mijn heritage, maar is van mij. Dit gedeelte, daar zul je over het algemeen het meest mee te maken hebben. En sterker nog, waarschijnlijk dit deel. Je meeste matches zullen tussen ja, de om 30, 40 en dan oplopend naar 100, 200. Als je geluk hebt, misschien wel iemand van 300 of 400 of nog hoger. En ik merk in de praktijk dat het steeds vaker voorkomt. Dat mensen testen en meteen hogere matches hebben. Waardoor ze eigenlijk al vrij snel kunnen zien hoe die familie in elkaar zit. En dat komt gewoon dat er steeds meer mensen testen. En dat is natuurlijk geweldig, want daar hebben wij heel veel aan. Iets anders waar je op moet letten is die onderste regel. Ik hoop dat je het kunt zien, dat er lijnen lopen. Er loopt een rode lijn van onder en dan naar boven, dan naar rechts en dan weer naar boven en dan weer naar rechts. Kijk, in die groep die binnen die rode lijn valt, daarvan deelt 2% van de mensen die daar zitten, deelt geen DNA met jou. Dus het betekent dat je er niet helemaal van op aan kan, als je met iemand geen DNA overeenkomt, dat het niet toch familie van jou is. Daar zal ik zoiets meer over zeggen. Die groep die binnen de blauwe lijnen valt, daar deelt 10% geen DNA van met jou. Nou ja, die daarnaast 29%. En binnen de groene lijnen zelfs 68%. Dus dan zou je de conclusie kunnen trekken, is er DNA aanwezig, en dan gaat het met name over DNA hoger dan 10 centimorgens, dan is zo iemand familie van je. Hoe ver ook, maar het is familie en je hebt ergens een gemeenschappelijke voorouder. Is er geen DNA match, is er een afwezigheid van DNA, dan kan iemand nog steeds familie zijn. Ja, als het binnen die gekleurde lijnen valt.
Want als jij in die relatie met die persoon zou zitten dat je zeker DNA moet delen, dan kan het niet zo zijn dat er geen DNA is. Je ziet dat ook in die vakjes, dat als het begint met de range is tussen 0 en zoveel, ja, dan kan het zijn dat er geen DNA gedeeld wordt, maar begint die range met 46 of 49, dan moet je DNA delen. Dus voorbeeld, stel je hebt een mogelijke opa van je geïdentificeerd. Je gaat nu de broer van die opa daar een kleinkind van testen. Ja, dan, dat is dan een achterneef of achternicht van je. Met deze persoon moet je DNA delen. En dat is minimaal boven de 40, maar dat kan oplopen tot 500 zoveel. Dus dat betekent dat je altijd kunt zien dat er DNA gedeeld wordt met die persoon. Zo, dat was de basisbegrippen en het schema. Dus we gaan nu leuke dingen doen. Dus het gaat nu wat praktischer worden. De eerste case die ik heb bedacht, ik dacht laat ik het even heel erg makkelijk voor mezelf maken. En dat is mijn eigen stamboom. Ik weet wie mijn ouders zijn, maar, tenminste dat denk ik dan, hè, maar ik wil zien, kan ik dit bewijzen met DNA? Kan ik mijn DNA-matches vastkrijgen aan mijn eigen stamboom? Nou, ik ga daarvoor, om te beginnen, zal ik jullie vertellen hoe mijn ouders heten. Dan hebben jullie enig referentiekader. En vervolgens ga ik kijken bij mijn matches. Hè? Dus de namen zijn lijst en grootte. Ik ga naar de matches kijken en ik vind deze twee personen. Ik zal ze even iets groter maken. Donna Jansman Friend. Is een dame die in de 70 is. Die woont in Amerika. Ze heeft een stamboom met één persoon. Nou, daar word je niet heel blij van. En dan is er een Jackie Jill. Jackie Jill heeft een kleine stamboom van 20. Maar je ziet al, Jungsman, Friend, Van Houten, Pos. Daar komen de achternamen van mijn ouders niet in voor. Dus ik zal wat werk moeten doen. En dat werk, zal er waarschijnlijk op neerkomen dat ik aan hun zal gaan vragen wat zij van hun familie weten, of ik ga het zelf opzoeken. Om te beginnen gaan we eens nader kijken naar wat hier staat. Hier staat een omschrijving van de geschatte verwantschap. Nou, dit is voor een heleboel mensen heel erg verwarrend. Ten eerste gebruiken we in Nederland meestal niet het woord verwijderd. Dat komt echt uit het Amerikaans, waar gezegd wordt van second cousin once removed en dat soort dingen. Er zijn ook van die Amerikaanse schema's, die kun je ook downloaden van internet. Bij ons ligt het vaak net wat anders. En eerste gaat nicht, ja, dat is eigenlijk een achternicht of een achternicht komt er op een bepaald moment. Maar kijk, wij zijn in Nederland niet zo handig. Want de zoon van jouw broer en zus heet neef. Maar de kleinzoon van een broer van jouw opa of oma heet ook neef. Dus dat is in Nederlands is dat heel moeilijk uit elkaar te houden. Wat van groot belang is, groter dan die omschrijving, is de hoeveelheid centimorgens die je deelt. En dat kan je hier zien. Je kan het aantal centimorgens zien, de segmenten, de grootte van het grootste stuk. Nou, daar gaan we straks mee aan de slag. Maar ik had ook gezegd, de leeftijd is belangrijk. En laten we daar ook eens naar gaan kijken, want Donna is in de 70 en Jackie is in de 30. Nou ben ik nog geen 70, maar we kunnen wel met een gerust hart zeggen dat ik dichter bij Donna's generatie zit dan bij Jackie. En Donna en Jackie die delen 40 of die schelen 40 jaar. Dat is een beetje weinig om daar een tweede generatie in te zetten. Maar het zou kunnen. Hè? Het zouden twee generaties tussen kunnen zitten. Maar ik ga er om te beginnen vanuit dat ze één generatie met elkaar schelen. Even zien. Goed, dan gaan we ze opzoeken in dit schema. We gaan bedenken waar ze zouden kunnen zitten en dan gaan we kijken of dat klopt. Nou, mijn hypothese van Donna
is dat zij mijn achternicht is. Dat is dat oranje vakje tweede van onder. 238 centimeter is gemiddeld. Maar ik mag niet uitsluiten dat zij één naar rechts zit. Want ze zit onder het gemiddelde met het aantal centimorgens. Maar aan de andere kant zou het best kunnen zijn dat zij inderdaad mijn achternicht is. Dus we gaan om te beginnen maar eens aan haar vragen van hoe heten jouw grootouders? Dat is sowieso een handige vraag om aan matches te stellen. Want als je zegt hoe heten je ouders en ouders leven misschien nog, dan denken mensen, ja, waarom wil je dat weten? Is het niet een scam? Probeer je mijn identiteit te stelen? Dat soort dingen. Dus je kunt maar altijd het beste vragen om gegevens van mensen die al zijn overleden. Dat heeft ook als voordeel, die mensen kun je ook wat makkelijker terugvinden in de archieven. Want mensen die al zijn overleden, daar kan je archiefstukken van opvragen of die kan je terugvinden. Dus mijn hypothese dat Donna mijn achternicht is. Wat Jackie betreft, ik denk dat die één naar onder zit. Ik denk dat Jackie, die is sowieso een generatie onder mij. En met wat zij matcht, denk ik dat zij dus op de plek zit van, zoals het officieel heet, een klein achternicht. Maar dat gaan we nu uitzoeken. Ik heb hier mijn eigen ouders boven mij en ik heb daar twee grootouders boven gezet. Nou is het natuurlijk zo dat je hebt meer dan twee grootouders. Je hebt vier grootouders. Ik heb voor het gemak in dit geval even de oma's weggelaten. Omdat ik al weet dat het via de opa's loopt. Maar normaal, als je niet weet hoe iets loopt, dan zal je echt alle grootouders op moeten schrijven. En misschien wel alle acht overgrootouders. Maar goed, in dit geval, dit voorbeeld is meer om het systeem te laten zien, het principe. Dus ik heb even alleen de opa's opgeschreven. Nou, mijn opa die had een zus en die heette Caroline. En Caroline Leijs is naar Amerika geëmigreerd. En Caroline is daar getrouwd met een meneer Jongsma uit Friesland, die ook was geëmigreerd. Nou, dan zie je meteen al een ander probleem. Dat als ik erachter kom dat ik relaties heb met een familie Leijs, en ik ga dit allemaal zo uitzoeken, dan vind ik dat zij getrouwd is met een Jongsma, maar de naam is veranderd. Dus je moet ook wat dat betreft een open blik houden van, kan de naam zijn veranderd? Vooral mensen die naar Amerika zijn gegaan, die kwamen daar bij Ellis Island binnen en die waren vaak niet uit te spreken, die Nederlandse namen. En dan hebben ze er maar iets anders van gemaakt. Nou, hier is het één generatie later gebeurd, maar de naam is veranderd in Youngsman. Dus ze heette geen Jongsma meer. En Donna, die heet dus ook Youngsman. En Donna is een kleinkind van een zus van mijn opa. Nou, nu gaan we hetzelfde bij Jackie doen. Bij Jackie is het iets ingewikkelder omdat zij jonger is. En haar moeder leeft nog, maar ze wist toch wel zoveel dat we al snel met elkaar in contact waren. En de oma van Jackie, dat is een volle nicht van mijn moeder. En die kennen elkaar van vroeger heel goed. En er zijn een heleboel foto's waar ze allebei op staan. Dus dat zijn ook leuke dingen om in de stamboom erbij te zetten. Dus hier is al heel duidelijk dat haar overgrootvader, Guus Grote, was een broer van mijn grootvader. Dus dan zie je inderdaad het verschil. Haar overgrootvader, mijn grootvader. Dus daar zit een generatie verschil in. Nou, dit is een voorbeeld. Straks gaan we het ingewikkelder maken, dat beloof ik je. Ik wil even iets zeggen over genealogisch onderzoek. Want ik ben er nu voor het gemak even overheen gewandeld hoe ik al die gegevens heb gekregen. Maar dit wordt zeker geen cursus genealogie. Maar ik wil je er wel op benadrukken dat dit een heel belangrijk onderdeel is van DNA-onderzoek. Je hebt de genealogie daarbij nodig. Zonder genealogie geen DNA-familie. Omgekeerd vind ik dat de genealogie ook heel erg DNA nodig heeft. Want je kan wel leuk een stamboom maken, een genealogische stamboom. Maar nou maar eens even kijken of al die vaders ook echte vaders waren. Maar goed, dat is een ander verhaal.
Met alleen DNA begin je dus niks. Je hebt ook informatie nodig. Nou, vaak begin je dan met aan je matches dingen te vragen. Nou, die matches, dat is vaak diep bedroevend wat matches weten van hun familie. En als ik 2 uurtjes aan het zoeken ben, dan heb ik vaak inmiddels al meer informatie over hun familie dan zijzelf. Komt ook omdat heel veel mensen niet weten waar ze het moeten halen. Er zijn heel veel bronnen. Daar kunnen we misschien nog wel eens een apart stukje aan besteden. Je kunt ook met Google, als je met je slim googelt, heel veel vinden. Soms moet je ook gewoon naar archieven toe. Zoals op de foto zie je mijn Franse steun en toeverlaat, Marie-Claire. Die samen met mij in een archief was in Noord-Frankrijk, waar we iemands opa hebben gevonden. Soms moet het gewoon zo. Heb je nog opa's en oma's? Heb je oud-ooms, oud-tantes? Ga erheen, neem foto's mee. Zeg dat ze je moeten vertellen wie er op die foto's staan. Want je krijgt vroeg of laat er spijt van dat je dat niet hebt gedaan. Goed, een tip. Tot zover genealogie, want anders krijg ik op mijn kop van Willeke dat het niet over DNA gaat. We gaan een tweede case doen. En die wordt een heel stuk ingewikkelder. Dat is een case van Marja. Marja zoekt haar vader. Om te beginnen gaan we eens kijken wat Marja voor matches heeft. Nou, hier is een lijst van Marja's matches. Ja, ze heeft er nog veel meer, uiteraard. Ze heeft er honderden, zoals wij allemaal, als we eenmaal in MyHeritage staan. Maar dit zijn in ieder geval de hoogste matches waarvan ik denk dat we er wat mee kunnen. Dan gaan we deze matches, om te beginnen, gaan we die clusteren. We gaan ervoor zorgen dat dat we kijken van al deze matches. Kijk, en ik denk haast dat Terre van het Hof en Gjald het Hof, dat die familie van elkaar zijn. Maar zeker weten doe je dat natuurlijk niet. Maar we gaan om te beginnen eens kijken wie matcht er met wie. En dan kunnen we 3 clusters maken die dan heel handig is om die meteen een bepaalde aanduiding mee te geven, een andere kleur. Je kan zoiets ook in een spreadsheet zetten of gewoon op een papiertje schrijven. Dat hoeft niet allemaal heel ingewikkeld. Maar goed, dit zijn in ieder geval de clusters. Dus we zien een groene cluster met behoorlijk hoge matches. Dan zien we een blauwe cluster. Die matches mogen er ook zijn. Ik denk dat een heleboel mensen hun handen zouden dichtknijpen bij zulke matches. En de oranje matches, daar is 1 wat hogere en 1 wat lagere. Maar die matchen ook met elkaar. Dus dan kan die kleine wel degelijk heel belangrijk zijn om te onderbouwen hoe die familie in elkaar zit. Je kunt alleen op dit moment nog niks zeggen over de achternaam van Marja's vader. Daarvoor zijn deze matches allemaal te ver. Het zou kunnen zijn dat we er uiteindelijk achter komen dat haar vader het Hof heet, of Groenendijk. Maar het kan ook heel best nog een hele andere naam zijn. Omdat als je deze matches van deze hoogte hebt, dan moet je eerst naar grootouders terug of soms zelfs naar overgrootouders. En als daar vrouwen tussen zitten die hun naam veranderen bij het huwelijk, dan verandert de naam. Ik zou ook mensen willen aanraden. Ga niet als een gek googelen op de namen van je matches. Als ze deze hoogte hebben, ga dan niet kijken of je al via een andere weg achter familie kan komen. Want het is helemaal niet gezegd dat dat je familienaam is. Daar hou je jezelf dan ook een beetje rustig bij. Nou, wat ik doe is dat ik de matches beginnen met oranje. Die schrijf ik onderaan een vel papier of een whiteboard. En dan ga ik ze naar boven uitbouwen. Dus ik vraag aan Marianne en aan Katrien, vraag ik hoe hun grootouders heten. En eventueel ook hun ouders, als ze dat willen zeggen. Sommige mensen hebben een stamboom online waar je het al meteen uit kan halen. Als je weet dat grootouders al zijn overleden, dan kan je daar vaak archiefstukken van opvragen. Waardoor je ook weet wie de kinderen zijn van die mensen. In ieder geval hebben wij voor elkaar gekregen om het op deze manier uit te bouwen. En dan zien wij dat de grootvader van Katrien
een broer is van de overgrootvader van Marianne. Dat waren broers, Jesse en Jacob. En die hebben dus dezelfde ouders. Dus wat je dan zegt is, de gemeenschappelijke voorouders van Katrien en Marianne zijn die Jacco Jaspers en Eliane Duif. Je matcht met deze mensen. Dat betekent dat ook jij hebt DNA uit deze familielijn. Maar alleen daarmee kom je er vaak niet. Het is handig om ook nog een andere familielijn te hebben. De blauwe matches hebben we ook op dezelfde manier naar boven toe uitgewerkt. En dan komen we er ook achter dat er een, in dit geval zelfs, overgrootvader en bedovergroot of ouders, bedovergrootouders, dat de gemeenschappelijke voorouders zijn van Florian en David. Nou, wat je nu gaat doen is zeggen, oké, als dit ook de gemeenschappelijke voorouders zijn met Marja, dan moet ik broers en zussen gaan vinden van Thomas en Isabelle. Want die zijn waarschijnlijk een voorouder van Marja. Nou kan dat heel lastig zijn. En zeker, ik bedoel, inmiddels zitten we in, wanneer zullen ze geboren zijn? Ik denk 1870, 1880. Daar komen vaak hele grote gezinnen voor. Dus voor je het weet heb je inderdaad 8 of 10 of 12 broers en zussen daar staan. Maar je zal ze toch allemaal moeten uitzoeken. Allemaal moeten kijken met wie ze getrouwd zijn en wat voor kinderen ze hebben om dit hele plaatje rond te kunnen maken. Als je dat allemaal keurig gedaan hebt, dan vinden wij, dat er een broer van Jesse en Jacob Jaspers, namelijk Jacco, ik geloof niet dat die mensen erg veel fantasie hadden, die wilden alle voornamen met een J laten beginnen, dat die getrouwd is met een van de zusjes van Thomas Müller. Dus dan heb je opeens 2 familietakken waarvan je weet, Marja heeft DNA van de oranje tak, Marja heeft DNA van de blauwe tak. En hier komen ze bij elkaar. Dat betekent dat de conclusie gerechtvaardigd is, of ja, conclusie, we noemen het nog maar een hypothese, dat de hypothese is dat een voorouder van Marja een kind is van Jacco Jaspers en Margreet Müller. Nou is het zo dat we hadden nog een cluster matches, dat waren die groene. Nou, die groene hebben we ook uitgezocht en die groene zijn groter, die matches. Ze zijn ook dezelfde generatie, dus het is voor de hand liggend dat het achterneven zijn. Dat betekent dat hun opa of oma, Appelscha of Magielsen, dat een broer of zus daarvan ingetrouwd moet zijn in dat stamboompje wat we net gemaakt hebben. Dat is onze hypothese. Dat die voorouder die uit die 2 takken komt, dat die getrouwd is met een Appelscha of een Magielse. In dit geval weten we al dat het een Appelscha was. Maar goed, je moet ze allebei uitzoeken. Nou, we hebben dat gedaan en dan is inderdaad blijkt dat te kloppen. De zoon van Jacco en Margreet, die heet ook Jacco, net als zijn vader en zijn opa. En die is getrouwd met een Appelscha. Een kind van hun is de biologische vader van Marja. Kan je dat nu met zekerheid zeggen? Nee. Kan je het met een grote waarschijnlijkheid zeggen? Ja. Want waarom is het niet zeker? Het zou kunnen zijn dat er ergens in die familie nog een Jaspers met nog een Appelscha is getrouwd. Heb je wel alle broers en zussen? Dat moet je echt grondig nazoeken, zodat je weet dat dit het enige huwelijk is wat hiervoor in aanmerking komt. Want heb je nog meer van dezezelfde relaties, hè, want soms trouwen broers met zussen en dan heb je 2 koppeltjes. Dan moet je dus uitzoeken van welke zal het zijn. Je moet het sowieso altijd controleren natuurlijk. Wat ook nog gebeurd kan zijn, is dat er een buitenechtelijke relatie is geweest. En dat het daardoor even goed niet klopt. Dus je moet altijd je ogen open houden om te zien, klopt dit? Gaan we testen. We gaan de biologische vader testen als hij nog leeft en als hij wil.
en anders een van zijn kinderen. Nou ja, ik ben er natuurlijk sowieso voor om dat via MyHeritage te doen. Omdat je daarmee de biologische vader ook in dat hele plaatje met alle centimorgans kan plaatsen en dat zien dat het klopt. Maar Marja kan wel heel ongeduldig zijn en een vaderschapstest willen doen, kan ook. Leeft de biologische vader niet meer en heeft hij alleen kinderen die ook wel zouden willen testen met Marja? Alsjeblieft, alsjeblieft, neem geen vaderschapstest. Hij wordt ook wel aangeboden als broer-zus-test en dat soort dingen. Het is echt onzin. Je krijgt een waarschijnlijkheidspercentage. Je moet het met een test zoals MyHeritage doen. Want dan kun je echt zien, heel duidelijk, dat je half broer en half zus of twee halve zussen bent. Dan nog even weer terug op die namen. Hè. We hadden de matches van Ashaan, het Hof, Kanters, et cetera. En je ziet nu dat de achternaam van de biologische vader is Jaspers. Dus daar kun je alleen maar achter komen door dat hele plaatje compleet te maken. Nou, dit was al een wat ingewikkeldere case. Daarom heb ik nog even een soort samenvatting gemaakt van hoe je dit aanpakt. Maak een overzicht van je matches. Zet de shared matches bij elkaar. Dat heet ook wel clustering. Zoek de gezamenlijke voorouders van die matches. Weet je, ga terug naar boven. Maak het helemaal compleet totdat je de gezamenlijke voorouders hebt. Zoek dan broers en zussen van de generatie daaronder. En mogelijk ook nog daaronder. Huwelijken, kinderen, noem maar op. Nou, dat doe je dan hetzelfde voor de andere clusters. En dan ga je uitzoeken waar die stambomen elkaar kruisen. En als je je werk goed doet, dan kom je daar vanzelf achter. Want dan vind je op een bepaald moment broers in de familie Jaspers. En dan zie je opeens van, hey, maar die is getrouwd met de Muller. Was dat niet de naam die we daar ook hadden? En dan ben je er. Dan in die tak, normaal gesproken, zit je vader of je opa. Klinkt wel heel erg gemakkelijk, hè? Nou, ik zal je vertellen, sommige zaken los ik op voor cliënten als binnen een week nadat hun DNA-test terug is. Maar er zijn ook mensen die, waar ik al 3 jaar zeg maar bovenop zit. En waar ik iedere week een schietgebedje doe van ik wou dat er meer matches kwamen, want daar komen we er gewoon nog niet uit. En met matches van 20, 30, 40 ga ik niet zoeken, want dan zou het sowieso veel te veel werk kosten en daardoor zou het ook gewoon veel te duur worden. Dus dat gaan we niet doen. We wachten dan op betere matches. Of mensen moeten het zelf gaan doen. Er zijn mensen die gewoon zeggen van nou, al doe ik er 3 jaar over, ik ga met mijn Excel-sheetje ga ik al die matches uitkammen en kijken met wie ze matchen en noem maar op. Ja, prima. Er zijn echt mensen die op die manier hun vader vinden. Er zijn nog andere hobbels in de weg. Endogamie, dat is een kreet die wordt gebruikt voor eigenlijk dat het DNA, laat ik het anders zeggen, dat er in een bepaalde bevolkingsgroep of in een bepaalde regio heel veel mensen met elkaar trouwen. Volendam. Als je uit Volendam komt en je doet een DNA-test. Ik heb toevallig een cliënt gehad die uit Volendam kwam, maar die zocht juist door niet-Volendamse kant. Maar die kreeg iedere dag nieuwe matches uit Volendam en heel erg hoog. Hoger dan je op basis van dat schema zou zeggen dat de relatie was. En dat komt omdat als er in een bepaalde regio mensen vaak met elkaar trouwen, dan krijg je hetzelfde DNA van verschillende kanten. En dat betekent weer dat je bijvoorbeeld een heel groot segment lijkt te hebben, terwijl je eigenlijk dat van twee kanten hebt gekregen. Dus als er endogamie is, en dat is bijvoorbeeld ook in Nederland, op andere plekken is dat sprake van. Bijvoorbeeld bepaalde plekken in het midden van het land of een beetje het zuiden, waar gewoon vroeger alleen maar boerderijen waren op afstand. En daar was het toch vaak zo dat, dat mensen in de streek bleven als ze gingen trouwen. Dan gingen ze trouwen met de oudste dochter van de boerderij daarnaast.
En dat heeft nu tot gevolg dat die DNA-matches, daar moeten we kritisch naar kijken, dat ze misschien wat aan de hoge kant lijken. Het kan zijn, waar ik net al voor waarschuwde, dat er dus meerdere huwelijken zijn tussen twee clusters. Dus let op, als je één huwelijk hebt gevonden, denk dan niet meteen van, ah, nu hebben we de vader en dan ga je meteen mensen aanschrijven om te vertellen dat ze je vader zijn. Nee, eerst even echt alles uitzoeken, zodat je het zeker weet. Er zijn mensen geadopteerd en die staan dus met een adoptienaam in een stamboom. Er zijn NPE's voorgevallen, dat ga ik hierna uitleggen wat dat zijn. Je hebt matches die niet reageren, daar ga ik zo ook nog wat over zeggen. En je hebt een heleboel matches zonder stamboom. Dus het is niet, als dat nou allemaal goed geregeld was, dan was het inderdaad heel erg makkelijk. Maar het is dus niet zo heel erg makkelijk, want er zitten altijd wel dingen dwars. Een NPE, je kan in zeggen, er is iemand vreemd gegaan. Het heet het wordt afgekort als een misattributed paternity event. Maar meestal hebben we het over NPE. Vroeger trouwens over NPE, maar inmiddels is het NPE geworden. En je kan dat merken doordat er opeens dingen niet kloppen. Weet je hoort van je neef dat die ook op MyHeritage zit, alleen je ziet hem niet. Nou, dan heeft of je neef, van vaders kant dus, of jij, een van beiden heeft een andere vader. Je hebt in ieder geval niet twee broers als vaders. Dus op die manier ga je daar achter komen. Ook doordat je matches krijgt met mensen waarvan de naam je helemaal niks zegt. En je kan benaderd worden door onbekenden. Zo van, hé, wij matchen 400 centimorgens, maar hoe zouden wij aan elkaar zitten? Ja, geen idee. Er kan wat gebeurd zijn vroeger. Iemand kan een meisje zwanger hebben gemaakt en dat nooit hebben geweten. Dus deze dingen, die komen nu wel allemaal uit. Ik ben daar alleen maar heel erg voor, want ik ben een groot fan van de waarheid. En je kunt beter de waarheid weten en daar dan mee dealen, dan dat je alleen maar vraagtekens in je hoofd hebt of dat je vage verhalen hebt gehoord. Ik zou zeggen, denk je dat er iets niet klopt? Uitzoeken. Als je familieleden gaat testen of je gaat mensen testen die je gevonden hebt en je vraagt ze, zou je willen testen, want ik denk dat wij familie zijn. Ja, waarschuw ze dan dat het ook onverwachte resultaten kan opleveren. Er kan zomaar iemand achterkomen door het feit dat ze voor jou testen, dat hun eigen afkomst anders is dan ze altijd hebben gedacht. Vraag vooraf of ze alles willen weten. Want er zijn zoveel mensen die komen in een soort spagaat terecht, door het feit dat ze dan de resultaten terugkrijgen en dan zien dat er iets helemaal niet klopt. En dan denken, ja, moet ik nou degene zijn om dat te vertellen? En dan zou je misschien geneigd hebben zijn om die informatie voor je te houden. Nou, daar ben ik ook niet voor, want misschien is het wel zo dat diegene die jij getest hebt altijd al heeft gedacht dat er iets niet klopte en jij kan nu dat inderdaad voor hem verklaren. Daarom moet je altijd vooraf, als je iemand laat testen, waarschuw ze voor onverwachte resultaten en zeg, luister, kunnen rare dingen uitkomen, wil je het weten? Goed, dan de matches die niet reageren. Dat is namelijk ergernis nummer 1 onder heel, heel, heel veel mensen die bezig zijn met hun DNA. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom mensen niet reageren. Het kan zijn dat ze hun bericht niet hebben ontvangen. Waardoor zou dat dan komen, kunnen komen? Nou, dat kan komen bijvoorbeeld door een hele simpele reden. Je bent van internetprovider veranderd, je hebt een ander e-mailadres gekregen en je bent zo dom geweest om dat niet te veranderen bij MyHeritage of een andere database. Dus die berichten opeens komen niet meer bij jou. Het raakt eigenlijk uit het zicht. Het kan ook zo zijn dat je denkt van ja, luister, MyHeritage leuk en aardig, maar ik krijg de hele tijd mailtjes dat ik weer een match heb van 35 centimorgens en van 40 centimorgens. En dan krijg ik weer een reclame mailtje. Weet je wat ik doe? Ik laat alle mailtjes van MyHeritage, die laat ik naar
een bepaalde box gaan, naar een bepaalde mailbox. Ook dat geldt even goed voor als je op Ancestry zit of op 23andMe, daar moet je inloggen om de berichten te zien. Als iemand in 23andMe zit en je hebt een bericht gestuurd en diegene die logt 2 jaar niet in, dan ziet die 2 jaar lang jouw bericht niet. De enige uitzonderingen zijn Family Tree DNA en Gedmatch. Maar ja, die zijn dan om andere redenen waar ik nu niet op in zal gaan, dan weer wat onhandiger om daar te testen. Maar daar kun je echt wel je eigen e-mailadres opgeven. Het kan ook zo zijn, en dat komt ook heel vaak voor, dat het bericht wel is ontvangen, maar niet wordt beantwoord. Helaas zul je dat nooit weten, totdat er geantwoord wordt, want je kunt niet checken of jouw bericht is gelezen. Je kunt niet zien of het is ontvangen. Er kunnen heel veel redenen zijn waarom je bericht niet wordt beantwoord. Een van de in het oog lopende redenen is dat je eigenlijk vragen hebt gesteld die persoon niet kan beantwoorden. En als je dat doet, dan leg je de lat heel hoog. Dan heeft iemand die denkt, ja, dat heeft toch geen zin dat ik terugmail, want ik weet het allemaal niet. En in plaats van dat ze dan terugmailen, ja, de vragen die jij stelt, daar weet ik geen antwoord op. Nee, gaan ze helemaal niet antwoord geven. Het kan ook zo zijn, je weet niet in wat voor situatie je iemand treft. Het kan zo zijn dat iemand net bezig is met verhuizen, bezig is met een andere baan, bezig is met een ziek kind. Er kan van alles en nog wat aan de hand zijn waardoor DNA en genealogie bij iemand even niet op de eerste plaats staat. Nou, je kunt proberen er wat aan te doen. Ik zou zeker op een bepaald moment opnieuw een bericht sturen, waarbij je dan denk ik niet... Dus zorg ervoor dat het bericht echt aardig overkomt bij die persoon. Je gaat niet eisen stellen of ga niet zeggen, ja, ik heb toen al gemaild en toen al gemaild, maar ik hoor al dan maar niks. Nou, dat snap je waarschijnlijk zelf wel, dat niet echt heel erg goed werkt. Dus stuur een aardig berichtje van, ik heb toen en toen een bericht gestuurd, maar niets gehoord. Kan het zijn dat u hem gemist heeft? Zal ik hem opnieuw sturen? Nou, zoiets. Je kunt proberen om de identiteit van iemand te achterhalen, zodat je hem op een andere manier kan bereiken. Nou, een van de mogelijkheden daarvoor, dat zijn die shared matches. Want als jij als er een persoon is en die staat alleen maar met initialen A.B. in die lijst, en verder kun je hem helemaal niet vinden, maar hij heeft een shared match. En die persoon, daar heb je wel de naam van. En wat is het hele mooie van MyHeritage, dat je niet alleen kunt zien hoeveel jij met iemand matcht, maar ook hoeveel je shared matches met elkaar matchen. Ik heb bijvoorbeeld net een match vanmorgen gevonden. En ik dacht van, nou, eens even kijken wie er nog meer in dat cluster zitten. En er zit iemand bij en dat is zijn dochter. Dus ik kan zien dat die matchen gewoon 3500 centimorgens met elkaar. En daardoor weet ik dat vader en dochter zijn. En als die dochter nou wel de berichten leest, dan weet ik ook wie die vader is. En dan kom ik in ieder geval achter een stukje stamboom. Nou, je kan googlen, je kan op Facebook kijken als iemand echt wel een hele naam heeft ingevuld. Of LinkedIn, daar kun je ook best mensen vinden. Andere genealogiewebsites, gewoon zoeken. En ja, geduld. Maar ja, dat hebben we soms niet. En zeker niet als we proberen iemand te vinden wat belangrijk voor onszelf is. Nou, dan ben ik eigenlijk praktisch klaar. Een klein vooruitblikje over wat ik in deel 2 ga doen. Ik ga in ieder geval iets meer over DNA en die hoeveelheden centimorgens nog uitleggen. Ook over de halfrelaties. We gaan nog meer tips voor het maken van stambomen geven. En hoe ga je matches aanschrijven? Ik heb er net al even iets over gezegd. Het is vaak de toon die de muziek maakt. Sommige dingen zijn niet slim om te schrijven. Kijk, er zijn in die Amerikaanse groepen zijn er mensen die zeggen, ja, je moet nooit schrijven dat je geadopteerd bent of dat je een donorkind bent. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik vind dat iedereen dat voor zich moet bepalen, want het is jouw vraag aan iemand en het is hoe jij je daar het beste in voelt. Kijk, wat ik natuurlijk als tussenpersoon vaak doe, is dat ik zeg, mijn cliënt is op zoek naar,
haar vaders kant, hè, de stamboom aan vaders kant. En u bent een match en zou ik van u mogen vragen wie uw grootouders waren. Dus dan heb ik het over een stamboom aan vaders kant. En dan de goede verstaander hoort dan misschien dat ik bedoel, ze zoekt haar vader. Maar dat is dan net even op een iets andere manier gezegd, terwijl het niet onwaar is. Want je moet nooit, nooit jokken tegen matches als je ze aanschrijft. Want dat kan je later nog lelijk tegenwerken. En inderdaad, je kan op een slimme manier googlen. Ik denk dat ik daar ook nog iets over ga zeggen. Verder is het natuurlijk zo dat ik neem aan dat jullie Willeke wat vragen hebben gestuurd. Sommige zijn misschien in de loop van het webinar al beantwoord en andere niet. Ik zal in ieder geval met haar ook overleggen wat we in deel 2 kunnen doen. En anders, er is echt nog wel genoeg te vertellen. Ja, iedere situatie is verschillend. Je eigen situatie is zo verschillend van een ander die aan het zoeken is. Iedereen wil weten wat zijn afkomst is, maar de omstandigheden zijn eigenlijk altijd anders. Realiseer je daarom ook dat inderdaad, waar we het net over hadden ook, als je iemand benadert, ook die daarvan weet je niet hoe de situatie is. Die kan ook totaal verschillend zijn van hoe jij denkt dat de situatie is. Je moet heel erg uitkijken met aannames. Dat wij als mensen geneigd zijn om dingen in te vullen die je niet weet. Hè. Je benadert iemand en je vult eigenlijk in dat je denkt dat dat een heel leuk iemand is die met jou samen de rest van de stamboom gaat bouwen. Of misschien denk je wel van nou, diegene zal mij wel niet willen terugschrijven. Je gaat op de een of andere manier al iets invullen terwijl je diegene nog totaal niet kent. Doe dat niet. Hou een open blik. En laat je verrassen door wat je vindt en zorg ervoor dat je niet van tevoren al allerlei conclusies trekt die niet kloppen. Jullie kunnen dit schema gratis downloaden. Als je naar mijn website familiezoeken.nl gaat, dan is daar een kopje download en daar staat dit schema. Dus je kan daar naartoe, niet allemaal tegelijk graag, want dan vliegt hij eruit natuurlijk. En sommigen zullen dit ook al hebben. Je kunt op download klikken. Dan krijg je net als JPG. En dan kan je hem opslaan op je eigen computer. Er staan daar nog twee dingen bij de downloads. Eén document. Dat heet zelf testen. En dat is een documentje waarin ik uitleg. Welke testen er allemaal zijn. En welke het beste is voor welk doel. Dus download dat ook rustig als je meer wil weten. En er is ook een document over familiezoeken en DNA. En dat gaat over hoe het in zijn werk gaat als je dingen aan mij zou uitbesteden. Nou, dan heb ik denk ik nog twee dingen. Ja, of een paar dingen. Ten eerste, ik hoop dat jullie snappen dat ik niet specifieke vragen allemaal kan gaan beantwoorden los. Want nu kijken er al ruim 100 mensen en daar hebben heel veel mensen zich opgegeven omdat ze ook nog de opname willen bekijken. Dus ja, als het een beetje tegen zit, dan krijg ik zo 80 vragen. Nou, dat kan ik op dit moment er niet bij hebben, helaas, helaas. Maar je kunt wel vragen natuurlijk stellen die in deel 2 worden behandeld. En het is ook mogelijk om bij mij op kantoor een afspraak te maken met mij of een van mijn medewerkers. Om je hele zaak een keer door te spreken. En daar zijn er wel wat kosten aan verbonden, maar ik hoop dat je daar begrip voor hebt. Nou, een allerlaatste opmerking. Zit je op Facebook? Oh nee, het zijn er toch twee. Zit je op Facebook, dan is er een groep genetische genealogie, autosomaal DNA voor iedereen. Is een aanrader. Daar zitten gewoon allemaal leuke, aardige mensen in die elkaar helpen. Ik zit daar ook in. En als ik vragen langs zie komen, dan probeer ik ook nog wel eens een adviesje er tussendoor te gooien. Dus word lid van die groep. En dan kun je daar bij de leden vaak terecht. En dan, alsjeblieft, 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 heb je nog niet getest? Of heb je een ouder familielid die je zou kunnen testen?
Ja, alsjeblieft, doe dat. Want je ziet hoe belangrijk matches kunnen zijn bij het zoeken van familie. Als wij spreken je een oud-tante laat testen, dan heb je kans dat via die oud-tante iemand anders zijn vader vindt. En dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Dit was het wat mij betreft. Ik hoop mensen terug te zien 27 februari. En anders, dan komen we elkaar vast wel op een andere plek tegen. Ik ga de presentatie weer teruggeven aan Willeke. Tot ziens. Els, heel hartelijk dank voor jouw uitgebreide presentatie. Het was zeer informatief. Ik krijg ook veel enthousiaste reacties binnen van mensen die zeggen van nou, ik ben nog helemaal beginnend, helemaal een leek en dit webinar, daar heb ik heel veel van opgestoken. En hartstikke fijn, dus nogmaals dank. Ik heb inderdaad beloofd dat ik een aantal vragen zal selecteren die voor de meeste mensen relevantie hebben. Ik heb er, ook gezien de tijd, heb ik er 2 geselecteerd die voor meerdere mensen van belang zijn of wellicht van toepassing zijn. Die zou ik je graag willen stellen. 1 deelnemer vraagt, beste Els, als je geadopteerd bent, heeft het dan zin om een familiestamboom aan te maken op MyHeritage? Want een stamboom is mijns inziens gebaseerd op bloedverwantschap in plaats van juridische verwantschap. Zou je misschien iets kunnen toelichten over het verschil tussen een stamboom bloedverwantschap versus juridische verwantschap? Want dat kan toch voor meer mensen van toepassing zijn? Ja, zeker. De vraag is eigenlijk niet goed te beantwoorden. In die zin, je moet doen wat jij wil. Alleen, je geeft wel misschien mensen de indruk dat, want vaak is het natuurlijk wel bloedverwantschap, wat de stambomen die online staan. En je geeft mensen mogelijk de indruk dat je een biologisch kind bent van de mensen die daar genoemd staan als jouw ouders. Je kunt daar natuurlijk wel een opmerking bij zetten, die mensen ook kunnen lezen. Dat het hier gaat om een adoptiemoeder of adoptievader. Ik raad mensen over het algemeen aan om dat in ieder geval te doen, om een opmerking bij te zetten. Omdat je anders mensen ook op het verkeerde been zet. Je zet mensen op het verkeerde been die aan het researchen zijn. Want die hebben misschien een match met jou en dan zien ze daar bepaalde namen. Maar met die namen matchen ze niet. Alleen dat realiseren ze zich op dat moment niet. Ja. Als je geadopteerd bent, heb je vaak niet de mogelijkheid om een DNA-boom te maken. Sommige mensen vinden genealogie gewoon een hele leuke hobby. Dus als je het leuk vindt, maak gewoon een juridische boom. Wat je daar vervolgens kunt doen, is zodra je een match hebt die van een beetje niveau is, ga een boom van je match maken. Want uiteindelijk, hè, net zoals wat ik deed op die blaadjes, je zet de match onderaan en je gaat naar boven uitwerken. Als je geadopteerd bent uit het buitenland, is dat vaak heel erg moeilijk om informatie te vinden. Maar dat zou je kunnen proberen. We noemen dat vaak een mirror tree of een research tree. En dan maak je gewoon een boom van je match in de hoop dat je later daar wat in herkent. Heb ik dat voldoende uitgelegd? Zeker, dankjewel. Dan heb ik nog een andere vraag binnengekregen van een deelnemer. Die vraagt, beste Els, is er een bepaalde ondergrens aan het Centimorgan? Vanaf waar je zou zeggen, dat is interessant genoeg om verder te onderzoeken? Bijvoorbeeld 100 Centimorgan of... Ja. Een andere grens die je, waarvan je zou zeggen, hanteer die? Ja, nou zou dan een advies zijn, zeg maar. Dat is natuurlijk niet... Het hangt ook af van je zoekvraag wellicht. Maar is er een soort vuistregel die je als tip zou kunnen geven? Ik weet dat een van de donorkinderen die heeft haar vader gevonden met een match van 45 centimorgen, zoals gewoon de hoogste.
45 centimorgens, daar ga ik niet voor zoeken. Dus dan heb je al twee grenzen. Weet je, bij mij ligt die grens echt wel hoger. Die grens ligt ongeveer op 100 bij mij. Misschien ook 80, maar het hangt er ook vanaf, zijn er meerdere matches? Zijn er shared matches? Dus het is niet zo 1, 2, 3 te zeggen van je moet dat en dat nemen. Hou er in ieder geval rekening mee dat een match onder de 10 centimorgens kan ook op toeval berusten. Dus ga niet als een gek dat lopen uitzoeken. Maar ik zal een ander voorbeeld geven. Een achterneef, achternicht, dat is dus gemiddeld iets van 250. Nou is het zo dat ik heb alle drie mijn kinderen in diverse databases. En die matchen met een bepaald achternichtje. Matchen zij respectievelijk 340, 250 en 49. Dus dat betekent dat een van mijn kinderen, die heeft door dat willekeurige overgeven van dat DNA, die recombinatie, in verhouding vrij weinig DNA van die overgrootouder gekregen, waar die anderen nou juist wat meer van hebben. En dat betekent eigenlijk dat als alleen maar mijn dochter is dat, als die in de database had gezeten, had ik tegen dat meisje gezegd van luister, ja, ze matcht 49 met je, dat kan zoveel betekenen en dat kan zo ver weg zijn, dat gaan we niet uitzoeken. Maar je weet het dus nooit, want het was toch een volle achternicht. Dus, en dat heeft zo, hebben we ontdekt, doordat haar broers wel hoog matchten. Dus ja, heb je de gelegenheid meerdere broers en zussen te matchen, dan moet je dat eigenlijk altijd doen. Precies, dus eigenlijk zeg je, laat je niet alleen leiden door een bepaald aantal centimorgens, maar kijk ook naar andere zaken. Zeker. Ja, oké, helder, dankjewel. Dan is er ook nog een vraag binnengekregen van iemand die zegt, wat zou je me aanraden als ik al een test heb gedaan? Bijvoorbeeld bij ftDNA of bij AncestryDNA. Ja, ik kan die ook beantwoorden. Ik zou altijd aanraden, als u uw DNA al heeft laten testen door andere aanbieders, ftDNA, Ancestry, 23andMe, LivingDNA, en u wilt matches vinden, ik zou zeggen, lood het op naar MyHeritage, omdat je dan gewoon simpelweg in meerdere vijvers vist en de kansen voor jezelf zo groot mogelijk maakt. Je kunt naar www.myheritage.nl/DNA. DNA/upload, daar kun je het uploaden en dan vergroot je simpelweg de kans dat je relevante matches vindt. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, Els? Heb je misschien nog andere tips? Nee, maar ik zou het zeker doen, inderdaad. Want ik merk echt in het gebruik dat er steeds meer zaken worden opgelost door MyHeritage. Dus dat betekent dat in Nederland, als het in Nederland zich afspeelt, dat je echt steeds meer matches krijgt. Dus zeker uploaden. Nou, perfect. Dan is dit de laatste vraag voorlopig. Want zoals je al zei, er is een deel 2 van dit webinar en dat vindt plaats op donderdag 27 februari. Dus daar zullen ook nog andere onderwerpen aan bod komen. Ik wil iedereen zeker uitnodigen om daar ook online aanwezig te zijn als jullie kunnen. We zullen zo nog even de website, de link geven waar u zich kunt registreren als u daar ook bij wilt zijn. Dan sluit ik nu af. Het is al bijna tegen 16:30, dus dat is mooi. Het was heel interessant en dan zie je dat de tijd vliegt. Dat is alleen maar een heel goed teken. Ik dacht dat het nog maar 3 kwartier duurt, toch? Ach ja, nou ja. Time flies when you have fun of interessante zaken te bespreken, zeg ik dan. De verloting. Ik zal even kort doorheen gaan. Ik mag een compleet abonnement weggeven voor 1 jaar. En die gaat naar de heer Benschop. Van harte gefeliciteerd. Ik zal dadelijk even 1-op-1 contact opnemen om dit verder te regelen. En de DNA-test, de verloting nummer 2, is voor mevrouw Van Luyn. Nou, u zult een e-mailtje ontvangen om even de verzending te regelen. En dat komt helemaal in orde. Van harte gefeliciteerd. Dan, hier bij de website
education.myheritage.nl. Hier zult u, nou ja, morgen of wellicht maandag, er gaan altijd een paar werkdagen overheen, een videoopname kunnen vinden van het webinar wat u zojuist heeft bijgewoond. Dan kunt u het allemaal nog eens rustig afspelen. U kunt het ook op pauze zetten als u denkt, dat wil ik even tot me laten doordringen. U kunt dingen ook voorwaarden, rewinden, doorspoelen, 100 keer terugkijken zo u wilt. Op uw gemak, op een moment dat het u schikt. Dus ik zou u zeker aanraden daar een kijkje te nemen. Het bevat sowieso ook een schat aan ander leerzaam materiaal. Artikelen, instructievideo's over DNA, over genealogie. Voor beginners zowel als experts. Dus voor iedereen wat. En, meest belangrijk, u vindt daar ook onder het kopje webinars de aankondiging van het tweede webinar door Els Leijs. Op donderdag 27 februari, ook weer van 3 tot 4 uur in de middag. U ziet daar een oranje knop met aanmelden. En dan gaat u meteen naar de juiste webpagina waar u zichzelf kunt registreren. Om er ook de volgende keer weer bij te zijn. Dit was het voor vandaag. Ik wil u allemaal heel hartelijk bedanken voor de aandacht. Ik hoop dat u veel heeft opgestoken over hoe u familieleden kunt vinden met behulp van MyHeritage DNA. En ik wil vooral Els heel hartelijk bedanken voor alle tijd en energie en uitleg van vandaag. En we kijken uit naar deel 2 op 27 februari. Ja, ik vond het ook erg leuk om te doen. Bedankt. Hartelijk dank. Dan sluit ik hierbij het webinar af. Ik wens iedereen nog een hele prettige middag. En ik hoop jullie de volgende keer online weer te mogen verwelkomen. Dank u wel.